Zaterdag 10 november 2012, de dag van de derby tussen ASWA en RVVA. Een topper ook tegelijk in de hoofdklasse B tussen nummer 2 ASWA en nummer 3 RVVA. ASWA wat op 22 punten staat, RVVA volgt 3 punten daaronder. Met andere woorden, voor RVVA van belang om niet te verliezen. RVVA is de eerste die een aanval opzet weet te doen. Via de rechterkant is het Guido Luiten die uiteindelijk de voorzet geeft. Maar dan is die onder andere net te kort voor Andrew Diaz-Dulois om te kunnen afronden. Daarna is het een fase van ASWA wat het spel overneemt, wat het dicteert. En wat vervolgens RVVA onder druk zet. En dan komt het hier via... Everton, Pires, Tavares die opstoomt vanaf het middenveld en dan een schot lost. Maar Danny Spelde tikt dat ten nauwe nood buiten de palen. Waardoor ASWA dus niet aan die 1-0 voorsprong komt. Dan is het een schot van Alex van Dommelen. Wat via een RVVA-been maar net tot de corner verwerkt kan worden. Maar uit die corner leverde vervolgens niks op voor ASWA. Dan gaat ASWA door met het aanvallen. Is het aan de linkerkant in het 16 meter gebied. En dan lost wederom Everton Pires Tavares een gevaarlijk schot. Maar via de handen of de vingertoppen van Danny Spelde toucheert hij de lat. En blijft de stand in het, in het positieve nog voor RVVA nog steeds 0-0. Dan wederom een goede actie van ASWA. Dan is het onder andere in eerste instantie een schot van Michael van Dommelen. Dan wordt dan gered en van dichtbij is Everton Pires Tavares die dan net niet kan afronden. Dan ook RVVA een aanvallende actie. Dan heeft scheidsrechter Berben een overtreding gezien en krijgt RVVA een vrije trap te nemen. We hebben ruim een half uur gespeeld. Andrew Diaz-Dulois achter de bal. En die krult hem schitterend, echt op een schitterende manier in de kruising. Keeper Jordi van der Korput is volkomen kansloos. En na 34 minuten komt RVVA op een 0-1 voorsprong. Echt een schitterend genomen vrije trap van Andrew Diaz-Dulois. Hij past precies in de kruising. Hij zit er echt werkelijk formidabel in. 0-1 voor de Ridderkerkers na 34 minuten spel. Vanaf de aftrap is het dan gelijk ASWH wederom. En dan is het Yoshima van der Werp die een korte dribbel doet. En dan is het Danny Spelde wederom die vanmiddag een goede wedstrijd keepte. Die de bal buiten het doel weet te slaan. ASWH hield een corner aan over, maar daar kwam verder niks van uit. Dan probeert RVVA weer een aanval op te zetten via Ali Yilmaz aan de linkerkant. Maar dan is het rust en zegt scheidsrechter Berbe, we gaan even een kwartiertje thee drinken. RVVA gaat rusten met de stand van 0-1. In een fase waarin ASWA de sterkere ploeg was, de grotere kans had, maar RVVA dus via die schitterend genomen vrije trap op een 0-1 tussenstand staat. Dan is de tweede helft begonnen. Dan komt er in eerste instantie een cornerbal en die wordt dan overgekopt door Ferry van Laren van ASWA. En daar komt de RVVA in eerste instantie dan al gelijk goed weg. Dan vervolgens een volgende aanval van ASWA. Daar is het in eerste instantie Alex van Dommelen die een kans krijgt om in te schieten. En vervolgens ook nog Everton Pires Tavares. Maar gaat het voor RVVA nog steeds goed en wordt die kans dus gemist. Dan zitten we een fase verder. Dan komt er een bal die RVVA niet weggewerkt krijgt. En dan komt uiteindelijk de bal die komt bij Ferry van Laren terecht. We zitten halverwege de tweede helft. En die probeert het met een boogballetje over Danny Spelde heen. Maar voor de tweede keer deze middag is het de lat die RVVA redt. Er zit daar schijnbaar toch een geluksvogeltje op. Want RVVA heeft daar echt alle geluk van de wereld. Dan een aanval aan de andere kant. Andrew Diaz-Dulois die speelt de bal in naar Guido Luiten. Met een halve draai probeert hij te scoren. Maar is het keeper Jordi van der Korput die de bal op een schitterende wijze uit het doel weet houden. Waardoor RVVA dus niet op een 0-2 kan voorkomen. Dan in de tegenaanval in diezelfde fase. Halverwege de tweede helft is het ASWA wat weer een aanval opzet. En dan komt Alexander van Dommelen die in balbezit komt. Die dribbelt heel even. Maar is het Danny Sewelde die wederom met een schitterende redding de bal onder de lat vandaan weet te halen. De stand blijft nog steeds 0-1 in het voordeel van de Ridderkerkers.
Dan zijn er aan beide kanten de nodige wissels geweest. Gooit ASWH in terwijl het in de aanval is. En moet RVA een cornerbal toegestaan door Robert Koyman. Die cornerbal die wordt genomen door Everton, Pires, Tavares. En in het centrum bij de RVA de VNC is het Michael van Dommelen die de 1-1 binnenkomt. We hebben 75 minuten op de klok. Michael van Dommelen zet ASWH op dat moment naast RVA middels een rake kopbal. Uit de cornerbal is het Michael van Dommelen inderdaad een krachtige kopstoot. Dat betekent 1 tegen 1. Maar RVVA gaat niet bij de pakken neerzitten. Pakt de draad weer over en gaat weer in de aanval. De bal die wordt in instantie teruggespeeld. Is het ASWA wat weer probeert aan te vallen. Dan komt de bal weer in bezit bij Robert Koyman. Die speelt de bal richting Vinicius Bongaerts. Dan wordt er een overtreding begaan door Marco de Post. En krijgt de RVVA een vrije trap te nemen. Andrew Diaz-Dubois legt de bal bij de tweede paal neer. En wie staat daar vogelvrij? Jordi van Dam. En die hoeft maar aan te nemen en de bal binnen te werken. We hebben 77 minuten op de klok. 2 minuten na de gelijkmaker is het alweer 1-2 in het voordeel van de Ridderkerkers. Nogmaals die vrije trap van Andrew Diaz-Dubois. En bij de tweede paal volledig vrijgelaten Jordi van Dam die de 1-2 in het net werkt. Dan komt er een cornerbal van ASWA. Dan wordt die uiteindelijk teruggelegd. En vanaf de 16 meter lijn is het Alex van Dommelen die de bal inschiet. Maar die gaat over het doel van Danny Spelde. Dan een verre bal vanaf de rechterkant gegeven. Die gaat helemaal naar de linkerkant en gaat ASWA toch door. Die blijven in balbezit en gaan toch nog proberen om alsnog die gelijkmaker binnen te werken. Wordt de bal weer richting de 16 gepompt. Daar heeft RVA de nodige moeite om hem weg te werken. En komt hij via invaller Ebu Ostorp terecht bij de andere invaller Elvis Versluis. Die stoomt even de 16 in en schiet de bal weer op de lat boven Danny Spelde. En we zien het hier in de herhaling. RVA heeft daar voor de derde keer het geluk dat de lat echt een letterlijke dwarsligger is voor ASWA. Ondertussen zitten we in blessuretijd. De klok die staat al even op 90 minuten. RVA in de aanval via de invaller Mounir El Ouazizi. En dan zegt scheidsrechter Berben dat de wedstrijd voorbij is. Na bijna 94 minuten spelen is de stand 1-2. Dat wordt ook de eindstand van deze derby. ASWA RVA eindigt in een 1-2 overwinning van RVA. En RVA komt daarmee naast ASWA op de ranglijst.